Welkom bij Bureau Kijk in de Vechten. In ons enorme gebouw hebben wij onderzoeksafdelingen op alle vragen antwoorden te geven. We hebben laboratoria, we hebben oefenruimtes, we hebben ateliers, we hebben medische klinieken, noem het allemaal maar op. Dus eigenlijk zitten wij de hele dag binnen. Ja, we zitten bijna altijd binnen, maar vandaag niet, want we hebben een vraag binnengekregen waarvoor we echt even naar buiten moeten. Maar ik zit toch liever binnen. Ik ben echt een... Ja, we moeten dus echt binnen. Even gaan, want boswachter Tim wacht op ons. Boswachter Tim? Ja. Ja, ik zie nog even niks hier. Oh! Viel er een? Nee! Oh, ik dacht even dat het misging met die take. Nou, dat was een dringende kwestie, geloof ik. Ja, Rick uit Waalre, die heeft een tekenvraag. Hij zegt, als een take een parasiet is die leeft van bloed van mens of dat dier... Dat is hij, ja. Wat doet hij dan in die boom al die tijd als er niemand voorbij komt? Gaat hij dan dood bij gebrek aan bloed? Omdat er niemand, dat er niks te smikkelen valt. Er loopt niemand onder de boom door. Wat een goede vraag. En helemaal hier in dit gebied. Wat zou toch lekker zijn als boswachter Tim hier was om deze vraag te beantwoorden. Hey. Kijk, nou ja. Dat is toevallig. Tim, je komt als geroepen. Ja. Want stel nou dat er een teken in een boom zit en er loopt dagen. Teken die zitten sowieso niet in een boom. Kan sporadisch wel een keertje voorkomen als die aan de vogel vast heeft. Dus die laat zich niet uit die boom vallen? Nee, hoe komen wij daarbij dan? Dat is echt een beetje waar wij nu staan. Hè? Ja, dat is echt een misvatting. Heel veel mensen denken dat, maar dat gebeurt dus meestal niet. Maar waar wij nu staan, dus die varens of laag struikgewas of gras, dat soort dingen, daar zitten ze. En dan grijpen ze zich eigenlijk aan je vast. Want ja, dat heeft ook het meeste nut, want daar zitten hun gastheren. Dan kan je denken aan een muis of een egel of een eekhoorn of wij dus. Dus maar hoe doet hij dat dan? Want je loopt heel snel eigenlijk voor zo'n minuscuul beestje heel snel erlangs. Ja. Springt hij dan op je of zo? Hij grijpt zich eigenlijk aan je vast. Ja, ik heb een teken weer in de broek. Dus als ze hier aan vastgrijpen, dan versuffen ze een beetje en laten ze los. Maar je kan je voorstellen, als je, zeker bij mannen is dat denk ik wat meer. Als je behaarde benen hebt, dan grijp je ze gewoon vast aan je haartjes bijvoorbeeld. En dan zit hij al aan je vast. Ik heb altijd het gevoel dat die beesten nooit doodgaan. Of je er nou met een vlammenwerper overheen gaat of zwaar vergif. Maar stel nou dat ze inderdaad wekenlang niks, maandenlang niks te eten krijgen. Niks, geen bloed, niks. Ja, maanden, zelfs een jaar of misschien zelfs al 2 jaar zonder gastheer kunnen ze gewoon nog overleven. Zo hufterproef zijn ze. Ze zijn gewoon echt, echt hufters. Ik noem het kleine eikels. Ik heb zelf 2 keer Lyme gehad. Dus ik weet wat het is. Dus bescherm jezelf sowieso goed als je het bos in gaat. Maar het zijn gewoon echt, als je hem zo vastpakt en je duwt, hoe hard je het ook duwt met je vingers, dan krijg je ze gewoon niet kapot. Dus het zijn gewoon echt... hele ruige beesten. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord dat ze heel slecht tegen strenge vorst kunnen. Strenge vorst inderdaad, daar kunnen ze niet tegen. En extreme droogte. En ik heb zelf ook het idee, door de droogte van vorig jaar, dus ongeveer 3-4 maanden echt kort droog geweest. Ze hebben toch een beetje een vochtig klimaat nodig. Dat het nu iets minder goed gaat met de teken. Dus dat is een geruststellende gedachte dan weer. Ja. Heb je nog een gouden tip voor al onze kijkers voor je als je het bos ingaat? Want jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Ja, ik denk als je niet met een teken weer in de broek wil lopen, of dat je dat niet hip vindt of wat dan ook, dan kan je jezelf insprayen met date. Dat is denk ik het beste. Zeker op warme dagen, gewoon insprayen met date op je blote huid. Zelfs je kleren ook wel, dat kan ook. Ja. Dat is de beste, ja. Dankjewel, Tim. Graag gedaan. Het is nog veel genoeger dan ik altijd dacht. Ze kunnen dus 2 jaar zonder bloed. En als dus even iemand niet langskomt, dan wachten ze gewoon nog wat langer. Want er komt uiteindelijk altijd wel een mens of een hert of een konijn of weet ik veel wat langer. Ja, ik vind ze echt heel creepy, maar ik heb er wel ontzag voor. Want ze weten dus wel altijd te overleven. Goed. Oh, trouwens, ik heb dit dossier gesloten. Ja. Zou je nog even willen tekenen? Dik en een. Mooi. Ja, dankjewel. Dit dossier is opgelost. Als we iets voor je kunnen doen, als je zelf een vraag hebt voor Bureau Kijk in de Vechten die we kunnen uitzoeken, laat het hieronder even achter. En wie weet, gaan we ermee aan de slag.